Van alle vragen die onze helpdesk krijgt, is er één grote koploper. En dat is het installeren van de zogeheten Lifetime Update. Voor wie dat niet kent, een Lifetime Update betekent dat je eenmalig een bedrag betaalt in de orde grootte van een 90 à 100 euro. En daarmee vervolgens alle updates die er nadien uitkomen voor jouw toestel, telkens zolang je je toestel hebt, gratis kunt downloaden. En dat zijn er nogal wat, want er komt tot maximaal 4 keer per jaar een update uit. Op zich heel erg aantrekkelijk zo'n lifetime update. Zeker als je een Garmin Zoomo hebt, omdat het ook een toestel is wat relatief lang meegaat. Maar ook wanneer het een Nuvi is of zelfs een outdoor toestel met wegenkaart. Op die manier blijf je altijd voorzien van de nieuwste kaarten. Dat installeren van die lifetime update, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is een kwestie van twee G's. Dat is de eerste G van goed lezen. En de tweede G is de G van geduld. Waar het vaak al misgaat is bij het begin, en dat is omdat mensen dan beginnen met het installeren van de Lifetime Update terwijl het toestel zelf nog niet is geregistreerd bij Garmin. Daarom deze eerste video, die gaat over het registreren van je toestel bij Garmin, en daarna hebben we een tweede video die laat zien hoe je dan vervolgens die Lifetime Update kunt installeren. Het registreren van je toestel bij Garmin begint simpelweg op de website van Garmin en wel op my.garmin.com. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Goed, dit is dan die pagina my.garmin.com en je ziet, je kunt hier inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen, die hebben we natuurlijk nog niet, want we moeten eerst een account aanmaken. En dus klik ik nu op nieuwe account maken. Vervolgens vul je hier je gegevens in en dat spreekt op zich allemaal voor zich. Nou, ik heb nu de gegevens ingevuld. Ik heb in dit geval gekozen voor gebruikersnaam en wachtwoord gewoon het serienummer van het toestel te gebruiken. Maar dat kun je uiteraard allemaal zelf kiezen. Onthoud dan wel even die gegevens. Mocht je die zijn kwijtgeraakt op een gegeven moment, of gebruikersnaam of wachtwoord, dan kun je via de startpagina van My Garmin die opnieuw opvragen. Enfin, ik heb het een en ander nu ingevuld en ik kies voor naar het vinkje hier gezet te hebben voor volgende. Nou, ik kan u nog laten automatisch informeren over allerlei zaken. In dit geval zeg ik van nou, laat maar dat kun je natuurlijk op je gemak even uitzoeken. Ik zeg hier nu niet abonneren, want het is nu niet belangrijk. Maar ik heb nu een My Garmin account aangemaakt. Alleen, je ziet, ik heb er nog geen toestellen in geregistreerd. Dus ik kies nu voor de optie registreren. En ik wil in dit geval een Nuvi gaan registreren. En vervolgens zegt hij, je hebt mogelijk een aantal zaken nodig. Nou, dat zien we wel vanzelf. Het belangrijkste is het toestel zelf en de USB-kabel. En dan heeft hij het hier nog over de Garmin Communicator plugin. Dat is wel iets wat belangrijk is. Dat gaan we vanzelf tegenkomen. Ik kies nu voor het doorgaan. En de volgende stap is dat hij zegt, hey, ik heb nog een stukje programma nodig. Dat moet ik nu installeren voordat we verder kunnen gaan. Ik kies ook nu weer voor doorgaan. Akkoord. En dan gaat hij aan de slag. Nu, dit is wel een puntje waarop het mis kan gaan. Want dat scheelt een beetje per versie van Windows en per internetbrowser die je gebruikt. Maar wat hij nu doet, er lijkt nu niks te gebeuren. Maar hij is nu gewoon even een klein stukje programma aan het downloaden. Maar ik moet wel even goed vinden dat hij die installeert. En als je goed kijkt, dat staat hier ook, staat hier boven in een regel. Daar klik ik nu één keer op en ik zeg deze invoegpassing installeren. Nou, dat gaat hij nu ook doen. Ook nu weer even geduld en dan komt vanzelf dit in beeld. Ik klik op ja. Ik zei het al, 2G's, goed lezen en geduld. Dus af en toe gewoon even geduldig wachten. Hij is nu bezig met het installeren. Dat is nu gebeurd en hij vraagt nu om het toestel aan te sluiten. Dus ik ga nu met de USB-kabel mijn toestel op de computer aansluiten. Ook daar, ik heb hem nu aangesloten, maar dan zal ik even moeten afwachten, even geduld moeten hebben
totdat dat toestel ook inderdaad door de computer herkend wordt. Nou, en een pak een beet halve minuut later, kan een keer een minuut zijn, dan verschijnt hier inderdaad keurig het toestel in beeld met het serienummer en ik kan weer klikken op doorgaan. Vervolgens word ik nog gevraagd om wat extra gegevens en ik heb het een en ander ingevuld en ik klik op volgende. Nou, wat je nu ziet is, het toestel hiervoor is succesvol geregistreerd. En wat ik daaronder zie is dat ik een gratis kaartupdate kan aanvragen. Dit is niet de lifetime, dit is de zogeheten NuMaps garantie. Het punt is het volgende. Als je een Garmin toestel koopt, dan staat daar kaartmateriaal, althans bij zo'n Nuvi of bij een Zumo, kaartmateriaal op voorgeïnstalleerd. Maar omdat er tegenwoordig tot 4 keer per jaar kaartmateriaal vernieuwd uitkomt, kan het natuurlijk zijn dat er in de tussentijd dat het apparaat wat je hebt gekocht van Garmin naar de distributeur, naar de winkel, in het magazijn en uiteindelijk bij jou in de auto terechtgekomen is, dat in de tussentijd er alweer nieuw kaartmateriaal uit is gekomen. Nou, in dat geval heb je beperkt de tijd, 2 maanden, om dat kaartmateriaal alsnog gratis te downloaden. En dat is wat hier staat bij dat nu bijwerken. Alleen ik ga dat nu niet doen, omdat ik sowieso die lifetime update heb. En deze video gaat over het installeren van die lifetime update. Heb je geen lifetime update, maak dan zeker gebruik van die mogelijkheden om nu bijwerken te kiezen. Enfin, het verhaal, het registreren van het toestel bij Garmin is daarmee compleet. Dus zo ingewikkeld was het helemaal niet. We gaan nu verder met de volgende video en dan gaat het over het installeren van de lifetime update.